Ik ben Carlos Kalons burgemeester van Ardooien. Ja, dat is natuurlijk, als men spreekt over gemeenten en administratie, is dat een moeilijke vraag, omdat uh, meestal met de administratie is dat moeilijk om binnen het jaar iets te realiseren. Maar ik heb wel een goed gevoel dat ik mijn tweede spaarbekken voor de wateroverlast dit jaar nog zal kunnen realiseren samen met de provincie. Binnen zes jaar heb ik een aantal plannen, onder andere een aantal nieuwe locaties voor de kinderopvang. En nog een paar locaties voor de sport. Dus ik denk dat er iets in mijn achterhoofd zit over mogelijke nieuwe sportinfrastructuur. Onder andere naar tennis. Ook de. Judo in Koolskamp zal waarschijnlijk ook een nieuwe locatie krijgen en eh, dan hoop ik dat er nog een aantal zaken bij kunnen komen om de mensen gelukkig te maken. De school, de kinderopvang en de judo-lokalen in Koolskamp die liggen langs een drukke weg. De oppositie vraagt van ja kan daar geen trajectcontrole komen? Ja, uh, luister. Dat is een zaak die natuurlijk met de AWV moet uh, besproken worden. Daar hebben wij al verschillende keren over gepraat. Dat is uh, volgens hen niet zo gemakkelijk. Maar wij doen er alles aan om uh, de veiligheid van de school- en koerskampen toch wel uh, te garanderen. Dat is een van mijn prioriteiten zelfs. Wel het aanslepende probleem. Is eigenlijk de, de, de schrik dat de mensen hebben voor wat de wateroverlast betreft. En uh, dat is hetgeen dat ik nu eindelijk zal kunnen oplossen met een tweede spaarbekken. Uh, er zit zelfs nog een derde in de pipeline. Uh, want uh, ik vind het heel heel belangrijk voor de toekomst dat het waterprobleem over het algemeen wordt opgelost. Dus wat is het waterprobleem? Dat is eerst en vooral dat we nu in onze nieuwe toekomst een aantal zware regenvallen hebben en meemaakt hebben, waardoor dat je wateroverlast krijgt. Maar langs de andere kant hebben we ook heel wat droge periodes, waarbij dat we moeten zorgen dat onze landbouwers en tuinbouwers, dat die op een bepaald moment ook water genoeg hebben om te kunnen hun groenten bewateren of tenminste besproeien. Wat ik zeker niet ga doen, dat is gewoonweg uh, uh, zorgen dat, uh, nee, ik ga niet doen uh, zaken waardoor dat er zware ongevallen kunnen gebeuren. Dus uh, ik ga proberen de veiligheid zodanig te maken dat ik ga proberen dat er geen zware ongevallen gebeuren.